Ja, wat mij vooral opgevallen is, is op het moment dat je ziek bent en in een ziekenhuis en met alle slangetjes rondloopt, dan begrijpt iedereen het en is het heel erg. Ja, en op het moment dat je uit het ziekenhuis bent en de term valt van, maar je bent toch schoon, zeg maar, zoals ze dat dan noemen. Ja, dan merk je dat de rest eigenlijk gewoon weer verder gaat met zijn normale dingetjes. Maar door de hele behandeling en de chemotherapie ben ik me eigenlijk lichamelijk slechter gaan voelen dan dat ik daarvoor voelde. Die vermoeidheid, het is eigenlijk een beetje wisselend elke keer. Maar het komt eigenlijk geen één dag voor dat ik de hele dag door me fit voel. Of zoals ik eigenlijk denk van, ja, zo zou ik het wel willen hebben. Het is niet hetzelfde soort vermoeidheid. Het woord klinkt te algemeen. En dat is bijvoorbeeld met een boekje lezen. Ja, dat doe ik één bladzij en dan ben ik eigenlijk mijn hele focus alweer kwijt. Dus uit die dingen kan ik niet echt mijn ontspanning halen. Het is meer wel wandelen, zeg maar. Dat doe ik wel elke avond. Gewoon een rondje buiten wandelen. En dat vind ik gewoon heel fijn. Alleen ja, dat is dan eigenlijk wel de inspanning die ik dan lever. En het heeft er ook mee te maken hoe ik mijn dag indeel. Ik kan wel bijvoorbeeld 's ochtends half uurtje hardlopen. En dan 's avonds wandelen. En dan 's middags eventueel tijdschriftje lezen, zeg maar. Dat wel. Ik ben het meest tegen aangelopen dat ik meer wil doen dan dat ik eigenlijk kan, zeg maar. Ik vind dat ik daar mijn hele gezin en mijn hele omgeving tekort mee doe. En dat is wel dat is gewoon een heel vervelend gevoel dat jij de beperkende factor bent in het hele toekomstbeeld, zeg maar. Ik denk ook wel dat het ook wel bij jezelf ligt om je fitter te voelen, zeg maar, dat je er ook zelf aan kan doen.